Vorige week werd bekend dat bij negen kinderen en één volwassene op Urk mazelen was geconstateerd. Eind vorige week kwam daar nog een kind bij. Waarbij duidelijk was dat dat een kind was op een andere school. Verder van de oorspronkelijke meldingen. En daarnaast hebben we verschillende verhalen van mensen die zeggen: Van ik heb kinderen die vlekjes hebben, maar die niet willen testen. Maar ook mensen die in hun omgeving kinderen zien die mogelijk mazelen hebben. Kunt u een inschatting maken hoeveel mensen, kinderen op Urk nu mazelen hebben dan? Het is voor ons heel erg lastig om een echte schatting te maken van het aantal gevallen dat er nu is. Uh, we hebben signalen gehoord van er zijn er mogelijk 20 tot 25 al. Maar of dat echt het geval is, dat kunnen wij niet bevestigen. De GGD heeft samen met het RIVM besloten dat deze signalen voldoende reden zijn... om ouders van ongevaccineerde kinderen op Urk en in Tollebeek te adviseren om vervroegd te vaccineren... Normaal gesproken gebeurt dat vanaf 14 maanden. Het belang van die vervoegde vaccinatie is om die zuigelingen te beschermen. Jonge kinderen hebben een verhoogd risico op een ernstige beloof van mazelen. En op deze manier kunnen wij die kinderen juist beschermen. Omdat op Urk de vaccinatiegraad net boven de 61% ligt, kan de ziekte zich makkelijk verspreiden. De GGD acht de kans dus reëel dat jonge ongevaccineerde kinderen op Urk nu mazelen kunnen krijgen. Maar aangezien het op Urk dus niet vanzelfsprekend is om een inenting te halen, is het nog maar de vraag of er dan wel van die vervroegde vaccinatiemogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Uit de uitbraak van 2013, de landelijke uitbraak, weten we dat er wel mensen ook gebruik maken van deze vaccinatie. Ik verwacht wel dat ouders dat gaan doen. Wij verwachten dat ongeveer 50 tot 60 procent van de ouders hier gebruik van zal maken. Ook volwassenen en kinderen boven de 14 maanden op URK. die nog niet ingeënt zijn tegen de mazelen. en nog geen mazelen hebben gehad, kunnen zich alsnog laten inenten. Wie dit niet wil of om medische redenen niet kan, wordt geadviseerd. Niet in contact te komen met mensen die mazelen hebben. Is dit wel gebeurd, neem dan contact op met de huisarts of verloskundige.